Vandaag op de Camp Chef Pellet Grill ribvingers, ribnuggets, ribbelingen. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ik denk, ik noem ze ribbelingen of ribnuggets. Straks wordt alles duidelijk. Ik heb namelijk hele mooie Iberico ribfingers. Ja, dat is eigenlijk het vlees wat tussen de spareribs in zit. Of als je wel eens een stuk buikspek koopt, hè, dan zie je nog van die strips eraan zitten. Dat is natuurlijk het vlees wat tussen de ribben heeft gezeten. Dit, hè. Dit heeft zo precies tussen die botjes gezeten. Iberico is natuurlijk een heel, heel erg mooi varkensras. Waanzinnig mooi varkensras. Echt heel mooi dooraderd. Die ribben, als je daar spareribs maakt, vind ik vaak te vet zelfs. Maar ik heb een hele leuke manier om dit dadelijk nog een beetje mooi uit te bakken. Ik heb deze natuurlijk besteld bij meatmonkey.nl. Online slager, hele mooie spullen. Kijk, en er zit zelfs nog, het vlies zit er nog aan, hè. Dat haal je er normaal gesproken vaak af. Eigenlijk is het niet eens nodig, hoor. Want straks ga je daar niks meer van merken. Maar je ziet wel hoe prachtig mooie vetdooradering dit heeft. Want zo'n Iberico varken, dat heeft met speciale voeding en heel veel vrij rondgelopen. Heel veel eikeltjes gegeten. Het is een en al smaak in die beestjes. En omdat het nou zo'n mooi product is, wil ik er eigenlijk niet te veel mee rommelen wat betreft een rub. Dus ik wil er niet te veel toestanden op doen. Ik vind peper en zout hierop als basis vind ik fantastisch. Dan heb je zo'n mooie smaak. En ik ga dadelijk namelijk wel kruiden gebruiken, maar voor heel iets anders eromheen. We lopen eerst eventjes naar de Camp Chef. Hier heb ik al vaker mee gewerkt, hè. De XT. Camp Chef noemt dit hun instapmodel. Dat vind ik altijd zo'n lullig woord. Dat is net alsof je na een jaar weer een nieuwe moet kopen of zo. Hè? Totaal, nou ja. Ik vind het namelijk een heel gaaf apparaat. Ik heb ook de Woodwind bijvoorbeeld. Is ook zo. Dat is allemaal helemaal automatisch en dat soort dingen. Een paar andere features erbij. Maar ja, deze doet het voor mij echt heel erg mooi. Ik heb hiernaast de Sidekick bij aangeschroefd. Dit ding. Normaal gesproken zit hier niks. Hè? Maar het is een Sidekick. Gewoon een hele grote gasbrander. Kijk maar eens. Hop. En komt met plancha. Die hebben we straks ook nodig. Dikke grillplaat. Helemaal te gek. Dus dit is eigenlijk een extra accessoire. Maar zo bouw je eigenlijk jouw pelletgrill, jouw pelletsmoker eigenlijk om tot een compleet buitenkeukentje. Helemaal kicken. Ja, pelletgrill. Voor veel mensen, nou, die kennen het ondertussen. Of van mijn video's, of die zijn gewoon al wakker geworden een paar jaar geleden, hè, in barbecueland. Ik weet dat er heel veel nieuwe kijkers zijn steeds. Een pelletgrill, toch eventjes kort uitleggen wat er gebeurt. Wordt gevoed eigenlijk met dit soort pelletjes. Het zijn eigenlijk geperste houtpellets. Ja, dus echt puur zuiver hout. Camp Chef heeft ze bijvoorbeeld ook als houtskoolpellets. Veel mensen denken dat dit een smoker is. Het is meer een pelletgrill. Op hele lage temperaturen, dan gloeien die korrels meer dan dat ze branden. En dan krijg je natuurlijk veel rook. En veel rook is inderdaad wel een rooksmaak. Maar door hogere temperaturen krijg je toch vlammen. En waardoor je gewoon minder rook krijgt. Maar je krijgt wel een hele mooie houtsmaak aan je product. Het resultaat is altijd fantastisch. En een subtiele houtsmaak is echt waanzinnig. Een pelletgrill is eigenlijk altijd indirect. Hè? Dus hier ligt een grote schaal overheen, druipschaal. Ik heb hem eventjes met aluminiumfolie bedekt. Hieronder zit zo'n schroef, een hele grote schroef, en die voedt die pellets hier naartoe. In dit bekertje. Hier vallen dadelijk die pellets naar beneden. Daaronder zit een gloeispiraaltje. En hier zitten gaatjes. En er zit een ventilator achter. Dus hoe hoger jij die temperatuur wil hebben, hoe meer die gaat blazen. Dus hoe meer zuurstof er toegevoegd wordt, hoe meer die dingen gaan gloeien, hoe hoger de temperatuur. Dat is eigenlijk het hele systeem van de pelletgrill. Thermostaat gestuurd, dus jij zegt gewoon van zo heet wil ik hem hebben. En ding doet het, je kunt zelfs de kerntemperatuur nog instellen als je dat zou willen. Eigenlijk een soort van set it and forget it. 132, bam, kan schelen. De startprocedure duurt 6 minuutjes. Dus we hebben nu een leeg bakje eigenlijk. Hij gaat nou dus voeden met pellets. Komt een vlammetje bij, je hoort al, die ventilator gaat aan. En je zult zien dat we in no time rook hebben. Schrik niet, want die rook die er dadelijk uitkomt is een minuutje. Hè? Dus dat is echt het moment dat de pellets dus niet heet genoeg zijn en daarom geeft hij veel rook. En daarna heb je eigenlijk nauwelijks rook meer. Ga ik in de tussentijd mooi eventjes mijn ribfingers op smaak maken. Zoals gezegd met peper en zout.
gebruik gewoon fijn keukenzout en mooie vers gemalen zwarte peper. Oké, goed door elkaar. Dit duurt dus maar heel eventjes, hè? Niet bang zijn. Dit hoort zo. Daarom laat ik het deksel ook even kort openstaan. Dit is ongeveer een minuutje of twee en dan gloeit hij genoeg of hij brandt genoeg, zodat je bijna geen rook meer hebt. Zie, dit was anderhalf minuut. That's it. Nu gaat het deksel dicht. En ik kan hier mooi op temperatuur komen. Ik heb hem op, wat zei ik nou, 132 graden Celsius. 130 precies ging niet. Dat heeft natuurlijk te maken met omrekening van Fahrenheit en Celsius. Weet ik veel. 132 is goed. Mijn barbecue staat inmiddels op temperatuur. Vleesje erin. Deze geur al, hè. Dat is echt geweldig. Kunnen er gewoon op. Komt allemaal niet zo nauw. Mooi. Klepje dicht. Drie kwartier. Dan zijn ze goed. Dan zijn ze eigenlijk gewoon al gaar. Dat heb ik al getest. Een paar keer. Dan zijn ze eigenlijk al fantastisch. Als jij geen pelletgrill hebt, dan kan dit gewoon op, kan op elke barbecue sowieso indirect leggen. Lage temperatuur. Op een smokertje is het helemaal mooi. Hetzelfde, hè? 130 graden. Beetje rook erbij knallen. Niet te veel. Ik zou een beetje milder rook nemen dan iets van appel of zo of kers. Heb je gasgril, ja, dan zou ik zeggen probeer een, iets van een mandje te nemen of zo, dat je niet zo heel erg veel contacthitte krijgt. En ook allerlaagste standje. Ik heb het nu een paar keer gemaakt, dit receptje, met deze ribfingers. En kei lekker en heel zacht en het deed me een klein beetje denken, hoe gek ook, aan kibbelingen. Toen dacht ik, ah, moet ik een lekker beslagje maken, kijken of dat lekker is. Kijken of ze na het frituren dan niet te ver zijn. Je gaat het helemaal meemaken. Drie kwartier hier op deze manier met een mooi beetje rook. Dadelijk ga ik ze nog heel even afbakken. Laat ik zien. En daarna gaan ze in de frituur. En daar hebben we een lekker beslagje voor nodig. En dat beslagje wil ik een beetje lekker op smaak maken. Dus laat ik maar eens beginnen met het beslagje. Oh, en ik ga daar ook nog een lekkere mayonaise erbij maken. Bier, het wordt een bierbeslag. Nou, ik heb Grols. Mag ook Bavaria nemen. Of iets anders, nee, boeit niet, hè. Ik zie de reacties alweer komen, hè. Oh, dat is toch geen bier? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb het met Grols getest en dat was mijn partij lekker. Ik wil 150 gram bloem hebben. En daarbij gaan nou die extra smaakmakers, de kruiden. Currypoeder, paprikapoeder, mosterdzaad, nootmuskaat, klein beetje knoflookpoeder. Mijn eigen rub, mijn Zuid-Amerikaanse rub. Je kunt ook een Italiaanse kruidenmix nemen bijvoorbeeld. Zou kunnen, hè. Doe dat maar als je niks anders hebt. En de chili flakes. We beginnen met een klein beetje knoflookpoeder. En echt maar een beetje, hoor. Paprikapoeder. Klein beetje voor de kleur ook. Dit mag wel een theelepeltje zijn. Snufje currypoeder. Ik wil niet dat dat gaat overheersen, maar ik wil een beetje die zoete toets van die curry. Die wil ik erin hebben. Dus laten we zeggen een half theelepeltje weer. Mosterdzaad. En die moet ik wel eventjes kaneuzen. Het is super mooi juist, hè, dat je nog een beetje die gekneusde korrels hebt. Dadelijk in dat beslagje. Als je erop bijt. Dat is echt gaaf. Mijn Zuid-Amerika rub. Bam, gaat erbij. Weet je wat? Nog meer. Straks mooi voor het oog ook. Daar gaat bij een snufje nootmuskaat. En echt maar een snufje. En chili flakes. Je zou cayennepeper kunnen gebruiken. Mag best. Zout. Ongeveer 6 gram. Bam. En nog wat vers gemalen zwarte peper. En nog een goede theelepel aan bakpoeder. Mengen we even door elkaar. Dan mag nou het bier erbij. En het is ongeveer even grote delen bier en beslag. Maar eigenlijk kan dat helemaal niet zoveel verrekken. Je moet eigenlijk zien, het zit meer in de structuur. Je moet een beetje een papje krijgen. Het wordt een beslagje. Dus geen deeg, maar echt een
een beslagje. Dus je roert eigenlijk gewoon tot jij vindt dat die goed is. Zeg je nou van, ik lust geen bier. Niks meer te maken, hè? Doe je van mijn part spaarrood. Maar het zit hem in de belletjes. De koolzuur wordt er wat luchtiger. Kijk, het begint een beetje zo'n substantie te worden. Er mag nog een klein beetje bier mee, wat mij betreft. Kijk, dit wordt al wat mooi wateriger, zie je dat? Dus dit is voorlopig even genoeg. Maar ik laat hem heel even staan. Dan zul je zien, dan wordt hij vanzelf weer wat dikker. En dan kan er altijd nog een heel klein beetje bier bij. Uit een nieuw flesje dan. De mayonaise. Mayonaise, de dipsaus. Ga maar mayonaise zelf maken. Nou, wat doen we? We breken een eitje. Daarbij gaat een beetje mosterd. Ik gebruik Dijon mosterd. Een beetje citroensap. Je zou natuurlijk als alternatief azijn kunnen nemen. Witte wijnazijn. Appelazijn kan ook nog wel. Maak het lekker, zou ik zeggen. Dan gaat hier de olie bij. Zetten wij onze staafmixer erin. Als zodanig. En dan maken wij in 5 tellen mayo. Daar gaat hij. Het kunnen ook 4 tellen geweest zijn. Ik heb het niet bijgehouden. Maar je was er live bij. Nou gaan we een klein beetje pimpen. Met wat van een deel van de rub die we gebruikt hebben. Snufje curry. Snufje paprika poeder. Snufje nootmuskaat, maar dan echt wel heel weinig. Een beetje zout. Zwarte peper. En als je wil, en ik wil, ik doe daar ook nog een druppeltje tomatenketchup bij. Dit was nog geen eetlepeltje volgens mij. Mengen we even door elkaar, heel kort. Anders slaan we hem stuk. Knap sausje, man. Tjonge, jonge. Blij mee. We zijn nu 15 minuutjes bezig. Dus we hebben nog even. Mayo in een kommetje alvast. Ik vind dit een mooi kommetje. Zo, even een beetje de bende aan kant trekken. En dan ga ik vast mijn grillplaat verwarmen. Zo. Dat we zeker weten dat hij het doet. Een beetje medium hoog. Ribvingers, die maak ik al een hele poos. En als je die goed maakt, die structuur zit een beetje tussen kip en een beetje vis en een beetje varkensvlees. Heel bijzonder. En ook de vorm. En het deed me een keer denken aan eigenlijk een soort van kibbeling. Weet je, met dat, weet je wel, die structuur. En ook een beetje kipnuggets. En toen kwam het in mijn hoofdje op van, hé, laat ik daar eens een kibbeling van maken. Met daarna nog lekker in een korstje, in een beslagje. Ik heb het geprobeerd. Niet normaal. Dat is echt niet normaal. Geweldige snack. Maken. Ik moest toch nog even wachten. Dus ik denk, ik ga er lekker frietjes bij eten. Weer een variatie. Hè? Fish and chips. Voel je hem? Ribbelingen. Lekker met patatje. Frituur gaat zo meteen toch aan. Ze leggen er nou een dikke 3 kwartier op. En kijk eens. Hoe mooi. Nou wil ik eventjes dat laatste beetje vet een klein beetje uitbakken, want dat vet van die berenkoopvingers is zo fantastisch. En dan gewoon een beetje alsof je aan het wokken bent, hè. Alleen eventjes een klein beetje extra vet uitbakken. Zo, dit waren 3 minuten. Misschien nog niet eens. Trouwens, de volgorde is natuurlijk wel heel erg belangrijk, hè. Want als je zegt van je gaat ze eerst even uitbakken en daarna roken, dan gaat de rook zich hechten juist
aan de buitenkant en het vocht wat eruit komt. En ja, dan is dat eigenlijk het enige laagje. Het is net een beetje alsof je een asbak leeg likt. Hè? Je kent het. Wil je niet. Dus eerst even een garing met subtiele rook. Gaat er mooi in zitten. En dan het vet pas eventjes uitbakken. Heel kort. Mooi. Nou kan de bakplaat eraf. En dan zet ik daar eventjes een extra pannetje bij voor het frituren. Gelukkig heeft Scotsberg ook hele mooie wokpannen, RVS. En dan ga ik frituren gewoon in dezelfde olie. Gewoon zonnebloem. Je mag argile gebruiken. Die olie die wil ik maximaal 180 graden hebben. Dus kijk hoe het met ons beslagje is. Kijk, hij is toch een beetje ingedikt. Ik zei je toe. Nu de olie bijna heet is, ik ga er toch even wat bloem bij doen. Door de bloem wikkelen. Een laagje. Dan hecht het beslag wat mooier. Komt het korstje een beetje los eigenlijk, zometeen. Maar je mag deze stap overslaan. Kijk. Beginnen we met de patatjes. Patatjes, 4 minuutjes hè. De frieten zijn klaar. Godverdamme. Terwijl ze heet zijn, doe ik daar even wat zout overheen. Ik ga met bakken al die kant op. Dat heb ik wel in de peiling. Zo, niet te veel tegelijk, want anders dan koelt de olie te ver af. Hè? Beetje omdraaien. Doe met thermopen. Waarom ook niet. En dan kan de eerste batch er al uit. Wat was dit? 3 minuutjes. Volgende batch. Zo. En dan hebben wij even een beetje eten bij elkaar. Van heb ik jou daar. Kijk. Meer doen we hier niet aan. We hebben lekker gebakken frieten. We hebben een heerlijke dipsaus van zelfgemaakte mayonaise. En natuurlijk gerookte en gefrituurde Iberico ribvingers. Maak hè. Gewoon een rookringetje hè. Smelt beton. Doe normaal man. Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun je er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze. Van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier. Door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!